aan de stadsgrens van Amsterdam, Diemen, Weesp en Muiden liggen weilanden, wateren en een stuk bos die samen de Diemerscheg worden genoemd. Op een kwartier fietsen van de drukte ben je in het groen. De Diemerscheg bestaat uit een aaneenschakeling van verschillende gebieden. Een tocht door de Diemerscheg is dan ook altijd verrassend. De IJmeerdijk en de rivieren Gaasp, Diem en Vecht vormen het skelet van het gebied. Het Amsterdam-Rijnkanaal, twee rijkswegen en de spoorlijn van Amsterdam naar Weesp doorkruisen de Scheg, maar fungeren ook als kamerschermen die de ruimte verdelen. In de afgelopen jaren is geïnvesteerd in betere onderdoorgangen, zodat je beter van de ene kamer naar de andere kunt komen. In de Diemerscheg liggen ook de vestingsteden Muiden en Weesp en een deel van de Stelling van Amsterdam. De natuur in de bossen, veenweiden en ruigtegebieden is rijk. Je vindt hier zeldzame heidekikkers, ringslangen, vossen en verschillende soorten orchideeën. Via nieuwe natuurverbindingen over de Vecht en langs de IJmeerkust kan in de toekomst misschien zelfs een otter naar de Scheg komen. Er komt veel op de Scheg af. De stad groeit en het verkeer wordt drukker. Het klimaat verandert. Misschien zijn hier windmolens nodig. De behoefte aan verkoeling en rust neemt toe. De veenbodem daalt en er is nu te weinig geld om de fiets- en wandelpaden op peil te houden. De Diemerscheg is bovendien niet zo bekend bij de stedelingen. De gemeenten Weesp, Gooise Meren, Diemen en Amsterdam slaan daarom de handen ineen met Staatsbosbeheer en Groengebied Amstelland om de Scheg beter op de kaart te zetten, beter bereikbaar te maken en een kwaliteitsboost te geven. Wij geloven dat dit nodig is zodat u kunt blijven genieten van een gebied dat het waard is om te koesteren. We nodigen u dan ook graag uit om mee te denken.